op de eerste uit met Karin Kienhuis. Iedereen kent haar als judoka. Fantastische prestaties geleverd. Heel Groningen was trots op haar. Niet alleen Groningen, maar de Dommelanden ook. En Friesland was trots op haar, Drentse. Ze is nu directeur van Alpha College Sport en Beweging. En vandaag lopen wij vanwege Rachid. Of Rachid. 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 Dit is Rachid. Henk, dit is Rachid. En Rachid moet in Nederland blijven, want Rachid die is een leerling van jou, die zit bij jou op school. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Rachid zit bij ons op school, heeft bij ons diploma gehad van entreeopleiding. Zit nu in niveau 2, doet het hartstikke goed. Ja. En eigenlijk heeft hij ook voor Nederlandse toets beste cijfer gehad van de hele klas. Dus wat dat betreft integreert hij hartstikke goed. En wij zijn van mening dat je zo'n kind niet kan uitzetten uit het land. Nee. En dat hij bij ons op school moet blijven. Komt uit Burkina Faso, hè? Ja, je komt uit Burkina Faso. En je kan ook nog aardig voetballen, hè? Ja. Ja, toch? Ja. Je speelt bij Achilles, hè? In Assen. Ja, klopt. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hij doet zijn school goed. Hij is een talentje. Hij speelt goed. En wat ik van zijn coach Rem Spijker ook hoor, is dat hij het in de klas goed doet. Is een hartstikke lieve jongen, wil er graag voor gaan. En ik denk dat wanneer een land een kind uitzet, dan laat je gewoon, dan stopt gewoon je hart met kloppen. Ja. En ik denk dat we dat niet moeten doen. En ons hart, dat klopt voor Rachid. En dat is waarom wij vinden dat we deze jongen hier in Nederland moeten houden. Maar in Burkina Faso heeft hij ook niks meer, hè? Zijn vader is er niet meer, zijn moeder is er niet meer. Dus als hij daar komt, wat moet hij daar doen? Nou ja, dan moet je dus maar eens inbeelden dat je vader er niet is, je moeder niet. Je hebt geen familie en dan komt straks die jongen. Ja. Die komt straks met een vliegtuig aan in het land, Burkina Faso. Nou, doe je oog maar eens dicht en beeld je dat in als je daar staat. En er is gewoon niemand. En dan zet je een kind daar neer, kan daar helemaal niks. Dat wil je toch gewoon niet? Nee, dat wil je niet, nee. Dus jij, wat er op de t-shirt staat, Henk, Rachid moet blijven, ja. Dat is natuurlijk het liefste wat jij wil, hè? Ja. Jij wil maar één ding, dat is hier studeren en hier voetballen. Ja, ik wil hier mijn toekomst maken. Ja. En vandaar, ik heb geen toekomst meer. Nee, daar niet. En hier wel. Ja, hier. Hier ligt alles voor jou. Hier, die mensen kennen jou. Dat zijn al fans. Was? Ja. Heel goed. Het is niet ingestudeerd, hè? Nee. Dit is toch niet geproduceerd? Nee, absoluut niet. Het komt samen. Nou ja, dat is wat we natuurlijk heel graag willen. Ja. Ja, we willen aandacht voor, in dit geval Rachid. Geef hem een naam, geef hem een gezicht. En ja, mensen kennen hem denk ik al, maar ja. Er moet nog meer, want we zijn er nog niet. Ja, dat vond ik wel mooi. In dezelfde krant stond en een artikel over jullie, over de school, dat al die leerlingen achter hem staan. En op de sportpagina en de sportbijlage, er stond ook een verhaal over hem, als voetballer van Achilles. Ja. Nou ja, zo belangrijk is hij dus eigenlijk hier voor Nederland, maar ook voor Groningen. Dus ja, weet je, dit moet gewoon lukken. Hij moet hier blijven, Rachid moet blijven. Mooie woorden van de directeur van het Alpha College, van jou dus, Karin. Maar ook hele mooie woorden gelezen van jou over Theo ten Kaart. Ja. Trainer Theo ten Kaart, van jouw club Achilles uit Assen. Die zei ook van, alleen maar lovende woorden. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Hè? Ja, dat is zo. Ja. Hey, hoe zie jij het voor je? Wat gaan jullie buiten dit om? Zijn jullie al bezig met allerlei acties om hem ook echt hier te houden? Ja, we hebben vele acties al gedaan. Gisteravond, als jullie dat hebben gezien, was bij baas Rijman, waren ze ook op tv. Ja. Dus nationale tv, dus we proberen allerlei acties te doen. Om bekendheid te krijgen. En afgelopen week hebben we in kranten, radiostations, overal zijn we geweest. En aankomende week hebben we nog een aantal verrassende ludieke acties. Want we moeten natuurlijk gaande blijven. Dus ik zou zeggen, radio en tv, kom op, help ons. En laten we zorgen dat ons hart blijft kloppen en dat Rachid mag blijven. Ja, met alle respect, Henk en zo. Ik bedoel, je kunt natuurlijk wel doen wat je wil. Alle kranten opzoeken, maar hier in straat helemaal lopen. Ja, betere propaganda lijkt me, is niet... Toch? Nou, Piet, daar kom ik bij jou. De winkelstraat is het item natuurlijk in Groningen. Dat is de winkelstraat. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus wij zijn ook heel blij dat we dit mogen doen. Ja, nee, dat is ook mooi. Maar, even terug naar de realiteit, hè. Hoe groot is de kans, denk jij, dat Rachid hier straks mag blijven? Want weet je, dat weet niemand. En op dit moment is het gewoon zo dat de advocaat met Rachid in hoger beroep gaat. Ja, logisch. En dat is gewoon afwachten of hij hier mag blijven wachten totdat hoger beroep is uitgesproken of niet. En dat bepaalt natuurlijk alles wat er gaat gebeuren. En dat is ook waar we nu die acties moeten voeren.
En ja, dit is de ene natuurlijk waar wij ons heel druk om maken. En dat begrijpen wij natuurlijk ook. Alleen een kind wat geen familie, niks niet meer heeft en dat je het land uit wil zetten. Ja. Ja, ik vind dat dat niet kan. Dat mag je gewoon niet doen. Dat mag je niet laten gebeuren. Oh, dat is niet te groot. En het moet jou natuurlijk ook aanspreken. Het is natuurlijk eigenlijk maar bijzaak. Het gaat natuurlijk maar om één ding. Dat Rashid hier mag blijven. Maar dat hij dus ook een topper in de sport is. Wat jij ook altijd bent geweest. Ja, dat is een hele mooie bijkomstigheid. Dat is een mooie bijkomstigheid. Dat is hartstikke mooi. Maar dat, ja, uiteindelijk is dat niet de hoofdreden. Nee, dat kijk, zeg hij ik. Doet het goed. Hij is een hele goede jongen. Hij houdt zich aan alle afspraken. Hij is een fijne jongen. Wil voor iedereen hard werken. Dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Met ook dat hij zijn studie gewoon goed doet en het op school goed doet. Want uiteindelijk moet je uiteindelijk je eigen baan zien te creëren en zelf verdienen. En dat, wij geloven absoluut in dat Rashid dat gaat doen. Ja. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En dan is het natuurlijk leuk dat hij ook nog, hè, als sporter, dat hij leuk kan sporten. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat maakt het nog interessanter. Heb jij ook altijd veel baat bij gehad. Dat is ook weer mooi natuurlijk. Zijn wij samen op de afscheidsreceptie van Gietje Pasma. Komt daar een stukje in de krant te staan. Wat staat daar? Karin Nienhuis. Ja, jongens, ik was zo boos op die krans. Hoe is het mogelijk? Hey, dat is Groningen, hè? Dat is Nienhuis, bekender dan Nienhuis. Precies. Ja. Het is niet te geloven. Hey, trouwens, sta je nog wel eens op de mat? Nee, ik sta eigenlijk nooit meer op de mat. Nee? Ik ben wat blessures en dan moet je toch wel een beetje fit voor zijn. Je bent gestopt? Ja, ik ben wel gestopt. Ik ben gestopt. Ja, absoluut. En nu in het kader van directeur Sport en Beweging... Van het Alpha College lopen wij hier met Rashid. Ben je ook zo gek op deze stad? Ja. Hey, hou jij van deze stad eigenlijk? Ja, natuurlijk. Ja, hè? Ja. Hey, jij zou... Mooie stad, ja. Het is geen verkeerde stad om te blijven, of wel? Groningen niet. Hey. Ja, het is mooi om te blijven, ja. Ja, lijkt mij ook, ja. Hey, hoe zie je de toekomst voor deze jongen? Nou, ik hoop met heel mijn hart dat hij bij ons een niveau 2 en niveau 3 diploma kan gaan halen. Ja. En dat hij dan in Nederland zijn baan vindt. Ja. En wat hij zelf zegt, hij heeft toch een beetje familie hier om zich heen. Dat zijn zijn vrienden hier en zijn docenten. En dat is voor iemand natuurlijk heel belangrijk, de verbinding met mensen om je heen. En ik hoop dat we dat voor hem kunnen gaan realiseren. En ik hoop dat Nederland, de minister, noem maar op, alle mensen die erover beslissen... Dat die voor ons dit waar gaan maken. Dat hij een mooi kerstcadeau krijgt. Dat geldt ook voor jullie, hè, Rens? Toch? Zeker. Jij bent zijn docent, hè? Ja, dat klopt. Ja, dus voor jullie, hoe belangrijk is voor en ook voor de jongens die erbij lopen en zo. Hoe belangrijk is voor jullie dat hij als leerling blijft? Ja, dat is ontzettend belangrijk. Ja. Dan doen we al deze acties. Ja. We spreken allemaal met ons hart. En we doen de acties vanuit ons hart. En er is maar één doel en dat is dat hij bij ons blijft. Ja. Daarom lopen de jongens hier ook achter. Dat ze het willen steunen. En ze hebben één gevoel en ze willen dat Rens. Je hebt het al gezegd, die jongens hebben het allemaal staan. Jongens, voor jullie is het ook belangrijk, toch, dat hij hier blijft? Hè? Dan moet hij blijven. Maar één ding telt en dat is dat Rashid in Nederland blijft, toch? Ja, dat is zeker. Hey, Karin, de laatste vraag in de Heerstraat had een keuzevraag, hè? Oh. Jij gaat tussen ons instaan. Okay. Jij gaat tussen ons instaan in de camera. Ja. En jij antwoordt, Karin, op mijn vraag. Hij ligt ook voor de hand, denk ik. Ik weet dat die mensen daar ook allemaal... Hij kan maar één keuzevraag stellen. Rashid... Wel of niet blijven in Nederland? Nou, ik denk dat we dat met z'n allen kunnen zeggen. Camera! Rashid moet blijven! 100% jongens! 100%. Iedereen gaat ervoor. Rashid moet blijven. Jullie allemaal met elkaar die kant op uit beeld. Rashid moet blijven. Karin Kienhuis, dankjewel. Graag gedaan. Dat was hem. Herenstraat Top. Helemaal, heel bijzonder. Kom maar, jongens. We zullen hem nooit meer vergeten. Karin Kienhuis, jongens, mooi man. Samen met Rashid, wel of niet blijven? Het antwoord lijkt mij duidelijk.